video over laadkabels zijn we geëindigd met de vraag of het de moeite loont om op te leggen voor deze hier, voor de Mode 2-kabel. Want dat is vaak optioneel bij de meeste constructeurs. Het antwoord is niet echt, maar dat heeft eigenlijk veel minder van doen met het feit dat je hiermee trager oplaadt, dan wel met de veiligheid. Omdat, als je wilt gaan laden aan een gewoon stopcontact, dan heb je eigenlijk een versterkt stopcontact nodig. Wat betekent dat je moet investeren in zowel een ander stopcontact als deze kabel. En als je dan toch dat geld oplegt, kan je even goed onmiddellijk gaan voor een wallbox. Hier is ze dan, hè? Onze vriend de wallbox. Jouw keuze voor gemoedsrust, want zoals al gezegd, ja, een stuk veiliger, maar vandaag ook een stuk slimmer. Omdat de meest recente wallboxen komen met een zogeheten load balancing functie. Wat is dat nu? Ja, dat is een soort van communicatiemodule waarmee de wallbox communiceert met jouw elektriciteitsnetwerk thuis. Waardoor op het moment dat jullie veel stroom aan het verbruiken zijn, onze vriend hier minder gaat afnemen. Waardoor je energiefactuur mooi onder controle blijft. En dat is een heel mooi cadeau in deze heel donkere dagen. En dan is er tot slot nog ja, de snelheid, hè. Want, hoewel we daarnet hebben gezegd dat zo'n mode 2-kabel aan het gewone stopcontact, dat je daarmee eigenlijk perfect uit de voeten kan, is het eigenlijk stiekem toch ook wel zeer makkelijk en zeer deugddoend te weten dat je met onze vriend hier een heel stuk sneller klaar bent met laden.